Hallo allemaal, je ziet me niet, maar ik ben er wel, want we hebben een speciale video deze week. We documenteren wat we deze week weer hebben meegemaakt, Jens. Ja. Vertel eens. Ja, we hebben heel veel meegemaakt, maar het voornaamste wat we hier vandaag meemaken hier, is dat er hiernaast een heel gebouw wordt gezet. Ja. Dus, en we krijgen wel wat last van het geluid en dergelijke. Ja. Maar wat super interessant is dat we kunnen zien hoe dat gebouw zo snel gemaakt wordt. Dat is ongelooflijk, joh. Ja. Oké, okay, wat kunnen we daaruit leren? Wel, we kunnen daaruit leren vandaar deze video. Vandaag gaan we eens kijken naar de fundamenten van marketing. Building a house. Building a marketing house, inderdaad. Hè. Ja. Dus we zien ongelooflijk veel. We leren bij van hiernaast. En dat is vooral niet te doen hoe snel dat hier recht staat. Ja, ja. Maar het voornaamste is dat die mensen gewoon weten, als die hier toekomen elke ochtend, van oké, nu is dit de volgende stap. Ja, wat moet er gebeuren? Wat moet er gebeuren? Ja, ja. En waar beginnen we altijd als we een nieuw huis willen zetten, of in dit geval een serieus gebouw? Dan beginnen we natuurlijk bij de basis. We beginnen met het begin, we beginnen met het fundament. Ja, het fundament. Oké. Okay. Ja. Want we zien soms, we zien regelmatig mensen die komen dan bij ons en die zeggen, oh, we gaan een keer een actie doen. We moeten een keer doen op Facebook. Ja. Die willen onmiddellijk een actie doen. Ja. Ja. Dus die willen beginnen te bouwen. Ja. Maar er is nog geen architect gepasseerd. Nee, ik maak daar de vergelijking. Hè. Ja. En als ik hiernaast kijk, we kunnen gewoon ook stalen balken op elkaar snijden en zeggen, dat is een gebouw. Ja. Maar dat is niet echt. Nee, zo simpel is het niet. Hè. Nee, dat is maar waar. Ja, ja. Nee, dus inderdaad, je moet sequentieel gaan werken. Stap voor stap. En je begint inderdaad hier, mooi, heb ik hier opgelijst. Ja. Ik heb nog geen gebouw gezet, joh. Ik heb nog geen huis gezet. Jij wel, jij weet daar al mee. Maar ik denk wel, uit ervaring denk ik wel dat je moet starten. Met een architect. Met een architect. Het gaat er eigenlijk over acties doen, of wil je een marketingplan aanpak, wilde een marketinghuis bouwen? Ja. Daar gaat het over. Voilà. We hebben twee voorbeelden van acties dat we hebben meegemaakt, recent. Ja. Dat je zegt van, ja, hier hebben we niet de stappen gevolgd. Hier zijn we gewoon iets beginnen doen. En we hebben niet echt naar een architect geluisterd. Nee. Eerste voorbeeld? Eerste voorbeeld is, de vraag van de klant is, ik heb nu een uitvoerder nodig. Ik heb nu, dat moet eigenlijk uitgevoerd worden. Ja. Maar natuurlijk, ja. Wat wou die doen? Kort? Ja, die wou van alles doen. Facebook ads inderdaad, nieuwe site, dat moet allemaal gebeuren. Ja. Waar ik dan ook de vraag stel, maar de site moet zijn gebouwd, zijn in WordPress, in Elementor. Waar ik de vraag stel, maar waarom doen we dat? Dus dat zijn zo dingen, ik probeer altijd aan de vraag te stellen om te zeggen van, waarom wil je al die zaken doen? Dat was misschien een rode persoonlijkheid. Die, hè? Ja, die wil ik. Recht vooruit. Voilà. Maar en dan dacht ik, uiteindelijk, die wil heel veel acties, dat is goed. Ja. Ik ben ook iemand actiegericht, maar ik wil wel acties doen die kaderen in een groter geheel, in een groter plan. Ja. En uiteindelijk hebben we die persoon toch wel zover gekregen om toch eerst te zeggen, het sequentieel aanpakken, we gaan eerst beginnen met een goed onderzoek dat wij doen, een SEO-onderzoek van onderzoek. Ja. En dat is bij ons een beetje de architectuur, het plan in kaart gaan brengen, wat moet er eigenlijk gebeuren. Logisch. En dan pas stappen gaan doen. Mm-hmm. En ook gaan kijken welke stappen moet ik nu eerst gaan zetten. Ja. En niet zeggen, ik ga nu bijvoorbeeld Facebook ads doen, als je bijvoorbeeld nog geen goede website hebt. Als dat nog in er is niks zo vervelend als een elektricien aan je bouw staat. Hè? Wat er nog niks. Maar de shop is nog niet droog. Dus dat moet goed op elkaar afgestemd zijn. Ja. Dus dat is daar een concreet voorbeeld. Ja, voor. Ja. Klopt. Ja. Jij hebt ook iets meegemaakt? Ik ken helemaal niks van de bouw. Even tussendoor. Ja, dezelfde fout die wij ook gemaakt hebben. Hè. Dat is van, in ene keer gingen we in lockdown vorig jaar en zeggen we van, we moeten webinars gaan geven. Ja. Hè. En volgende week webinar, Facebook ads daarop, mensen in de webinar, groot succes, 300 mensen aanwezig, verkocht, nul. Natuurlijk. We hadden heel snel actie ondernomen, we hadden er niet goed over nagedacht. Nee. Ondertussen weten we dat als je een webinar wilt geven, dat er eerst wel een pre-campagne en een na-campagne ook is, waar je eigenlijk doelgericht een bepaald product wat probeert te gaan verkopen. Gewoon. Ja. Vandaag is dat gelukkig wel iets succesvoller. Ja. We weten dat we daar ook stap voor stap te wijk moeten gaan. Ja. Eerst in kaart gaan brengen, maar moet er eigenlijk, wat is het doel? Wat is de doelstelling? Ja. Dat in kaart gaan brengen. En vanuit daaruit vertrekken, om uiteindelijk inderdaad het marketinghuis te gaan bouwen. Hè. Ja, ja. Dus, ik had erop geschreven, heilige huisjes. Hè? Want soms wil er iemand iets doen, maar als architect zeg je dan van, maar wacht even. Ik zeg maar, de site is misschien niet geschikt om nu mensen naartoe te sturen. Er zijn aanpassingen nodig. Mm. En dan komt er soms weerstand, want iemand heeft heel veel energie en bloed, zweet en tranen in die nieuwe site gestoken. En die ziet er ongelooflijk uit, maar er ontbreken elementen om
de conversie hoog te houden. Ja. Dan moeten er soms ook wel wat heilige huisjes sneuvelen. Ja, voordat we een mooi nieuw gebouw kunnen zetten, moeten er eerst misschien andere zaken wijken. Hè? Ja, ja, klopt. Als we dat hier toespitsen op het voorbeeld van hiernaast, hier hebben ze ook van alle bomen, en als we de wijk doen, maar ze hebben toch wel plaats om te ruimen. Ja. Het kan zijn, als je ergens gaat bouwen waar die grond niet zo proper was, dat je dat ook moet gaan saneren. Klopt. Dat kan met marketingacties ook, hè. Dat je moet gaan kijken, wat heeft de vorige hier eigenlijk gedaan, wat is hier eigenlijk allemaal al gebeurd, en dat je daar eventueel ook klotjes misschien moet wegdoen, om, om een goede door de Empire State te kunnen. Bij Belgische marketing vaak zien, dat zijn ook de Belgische aanbouws. Van achter, dat wordt ook altijd maar bijgebouwd. Maar goed, we hebben een architect. Ja. En die architect die zorgt voor een framework, zoals we ook zeggen, hè? Een framework for growth. Ja. En dan komt een aannemer. Ja. Want dat is strategie. En dan komt het uitvoerende werk. Ja, dat is een aannemer. Een aannemer kan ook opwerken met onderaannemers. Dat is een goede zin wat hij doet. Je hebt een chapper, je hebt een schijnwerker. Het kan gewoon een fotograaf zijn of een videoman die in ons geval. Ja, ja, inderdaad. Wat is het voordeel als je werkt met een aannemer? Zoals die mannen hier? Ja, ik kan, als je tegen mij morgen zegt, Jens, zet dat gebouw, geef me 20 jaar of 30 jaar, het zal misschien nog niet af zijn. Nee. Omdat ik gewoon niet weet waar te beginnen. Nee. En een aannemer of een partij, een marketingagency, die weten natuurlijk waar ze moeten beginnen. En wij doen dat elke week voor mijn klant. Tuurlijk. Dus wij weten, oké, waar moeten we beginnen. En dan brengt dat zeker de snelheid met zich mee. We hebben de know-how. We weten ook welke tools dat je moet gebruiken. Ja. Een aannemer. Of je hebt de tools. We hebben de tools. Ja. Een aannemer die heeft al die boormachines. We hebben ook alle tools in house. Dus dat gaat sneller? Dat gaat veel sneller. Of veel sneller. Maar, is het ook doe het zelf? Ja. Ik heb ook veel mensen die zeggen, ik doe liever alles zelf. Is dat een slecht idee? Dat is absoluut zeker geen slecht idee. Nee. Om het doe het zelf te doen. En in idee, of toch deels? Ik zou het deels aanraden om nog altijd uw marketing deels zelf te doen. Ja. Waarom? Omdat je moet een zekere eigenheid hebben. Ja. Als elk huis gebouwd is door dezelfde aannemer, dan zal alles hetzelfde uitzien. Mm-hmm. Ja. In België is dat niet. Hè? Dus dat valt ook wel duidelijk op. Maar, want er is niemand die het bedrijf zo goed kent als de mensen die in het bedrijf zitten natuurlijk. Nee, voilà. Als je als agency begint te werken voor een bedrijf, je kunt wel je strategie en alles wat je weet en het herkennen van patronen, heb ik anders opgeschreven, en je kunt dat toepassen. Maar als je dan een andere klant hebt in dezelfde sector, en er zit geen eigenheid van het bedrijf in, dan ga je opnieuw gewoon zelf doen en dan gaat je niet differentiëren. Nee. Dus die eigenheid is belangrijk. Ja. Dus die doet het zelf is wel belangrijk. Ik heb het hier ook geschreven, samenwerking. Ja. Heel belangrijk. Dus denken dat je alles kunt uitbesteden, dat is ook een slecht idee. Nee, dat gaat ook niet. Dat is met zo'n klanten, je ziet dat ook, dat is niet de ideaalste samenwerking. Het is ook geen samenwerking, het is een werking langs één kant. Hè. Ja. Dus het is niet dat er samen gewerkt wordt, want wij doen al het werk daar. Ja. Dat is wel een superbelangrijke, en dat moet vergelijken, en dat is wel gek, je moet differentiëren. Ik merk ook als een bedrijf, die moeten zelf ook naar buiten gaan, die moeten zelf ook video's maken. Ja. Omdat dat ook een onderdeel is van een differentiatie, wat je kunt doen. Je kunt wel helpen met de video's maken. Ja. Maar de persoon die in de video zit, moet natuurlijk iemand van binnen het bedrijf zijn. Voilà. Die moet zijn story vertellen. Voilà. Je moet de ziel en de passie kunnen voelen van die ondernemer. Dat is het eigenlijk, die passie van ondernemer kunnen voelen. Daarom is het ook een groot voordeel als de eigenaar of de CEO het oké vindt om in beeld te komen. Ja, ja. Grote meerwaarde. Ja, absoluut. Want die natuurlijk die communicatie kan dragen en dan die waarde en norm van die organisatie gaan communiceren naar de buitenwereld. Ja. Er is normaal gezien niemand beter die de why, de waarom, het voelen, de ziel van het bedrijf kent als de CEO. Zo zou het toch moeten zijn, hè? Ja, ja, absoluut. Ja. Dus een tip daar, hè, als je in stappen gaat, stap voor stap. Architect. We beginnen met een architect, dan een aannemer en dan ook, doe het zelf, niet vergeten. Ja. Ga zelf ook aan de slag, maak video's, zodat het toch je bedrijf een zekere eigenheid heeft en dat je kunt differentiëren van de concurrentie. Je komt toch terug op video's hadden, hè? Omdat we dat vinden dat het tof om te doen. Ja. En het werkt, hè? Ja, klopt. Anders zouden we hier dat weer niet doen. Hè? Ook het doe het zelf, daar hebben we het ook al over gehad. Hè? Ja. Als jij nu heel goed bent in het schrijven van teksten, copywriting, kan je perfect social media gaan benaderen met copy. Die copy, die context, wordt vaak een beetje vergeten. Mm-hmm. Hè, maar zoals wij zelf ervaren hebben, bij het maken van video's, die copy erbij is wel... Ja, dat gaat natuurlijk ook zelf doen. Ja, van een groot belang. Ja, absoluut. Okay. Building a house, alsjeblieft.